Jongens, ben je wel lekker klaar voor vandaag? Heb ik hier eerst iets wat ik dacht van, hey, is handig. We kunnen kleren even omhoog pleuren, want het werkt niet echt zo op die manier. Raygun, die doet echt helemaal geen flikker. Dus die gaan we even mooi weghouden. Crunch, die... Dus heb je Tuck 57, heb je 150 tot de max. Ik hou deze. Iets wat chiller. Verder die gloves. Equipped. Dice. Max mooi blauw. Zo'n donkere blauw. Ja, slecht. Wat? Ja, zo. Home. Inventory. Waarom kan ik die niet doen? Oh, wacht. Ik heb zeker geen die. Zit hier tussen al die dice? Zitten die dice hier tussen? Ik had ze wel ergens. Oh, en die moustache. Of course. Equipped. Helmet. Equipped. Now we're ready for the fight. In ieder geval, vorige keer moesten we met deze mensen verder. Die zijn zwaar overpowered. Dus ik ga doen. En niet dat. Zo. Jij ook. Hopelijk hebben jullie nou al wat helft verloren. Zou heel grappig zijn, waarschijnlijk niet. Jawel, hij heeft al wel iets op zijn hoofd. Wacht, gaan we proberen. Ding, oké, okay, let's do this. Wat? Nou, hij is al gelijk eentje dood. Fucking chill dit. Ho, dat gaat niet goed. Items, cure potion. En na... ja, ik had eigenlijk strength potion moeten doen. Maar ja, YOLO. Bam. Bam. Ja, deze gaan we dus volgende punt met strength potion neerhalen. Dat is het plan. Nee. Strength potion lijkt me zo'n strak plan. Een health potion lijkt me een veel beter idee, aangezien we anders misschien doodgaan. En Elan is volgende punt ook nog wel, maar wij misschien nog niet. Bam. Zie je weer, heeft 26, dat is zo jammer. Met een strength potion hadden we waarschijnlijk wel kunnen vermoorden. Maar nu vermoorden deze beurt. Ho. Oké, nou is het probleem, want hij is low on health. En hij is, bleeding. Dus dan is de keuze, wat doe je? Nou, ik heb de bleeding weggehaald, terwijl ik het eigenlijk niet wilde. Verkeerde keuze gemaakt. Maar we hebben in ieder geval nu nog alleen eerst. Zie je? Ik had de health potion moeten doen. Ik dacht al, ik doe de health potion, maar ik klik de verkeerde aan. Dus dat is jammer. En dan hebben we weer niet die motherfucking. Oh, wat? Dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wou doen, maar dat maakt niet uit. Ik moet wel eventjes al die shit equipped, hè. Equipped. Equipped. Close. Let's do this. Wow. We gaan gewoon weer met pijlen zitten. Ja. Jij ook. And now we're going to battle. Oh, nou heeft hij achterste dus dat. Oké, jammer. Ik had eigenlijk wel dat hij voor. Maar is de force net ietsje sterker. Maar dat maakt niet uit. We gaan de strength potion gebruiken op onszelf. Doe zo. Nam. Worden we sterker van. En dat doen we zo. Bam. Bam. Zie je 18 over. Beetje jammer. Perfect dodging, wat echt heel kut is. Dat hij dat heeft. Meisje is vrij weinig aan het doen. Cure potion. Use item. Ja, de bleeding weer weg, weet je. En... Ja, hij houdt dus alles tegen. Kan ik maar met pijl boven de gasten achterraken? Ja. Waarom zou ik het willen? Want hij is nou weer goed. Abilities. Dan raakt dus alleen hem mee. Dat wil ik dus niet doen. Dan raak ik hier ook alleen hem mee. Dan raak ik hem en hem mee. Maar kan ik deze wel doen? Oké, go. Oh, no!
Yes, één neer en die achterste heeft nou ook pijn. Oké, dan kunnen we eens die doen. Ja, wordt dus een schild. Logisch, weet je, om de sterke man te beschermen. Hop. Die moet een potion op gebruikt worden. Use. Zo. Pak op dit. Op die. Doe hem zo. Okay. Ja, dat is twee neer. Nog één te gaan. Dit kan hem worden hoor. Hop. Riskant. Cure potion, laat dat maar eens doen. Ja, dit moet gewoon gelijk op, want met zijn schild kapot rammen. Bam. Ja, kijk naar 424. Ja. En dan gaan we er volledig erin rennen. Dus we doen eerst een health potion. Omdat het hier handig is. En dan doen wij abilities. Deze. Ik weet niet precies hoe ik deze moet gebruiken, maar het lijkt me echt de ultieme deck. Hop. Twee combo. 44, weet je, dat is niet chill. Move! Space Rage. Oh man, bleeding keer 2. Cure Potion. Die gaan we gebruiken, anders bloedig dood. Moet niet hebben, hè. En de volgende beurt doen we een Health Potion. Dan leven we waarschijnlijk nog wel. En bam. Move! Bam. Ja. Hebben geen health potion. Power potion large. Nee, hebben we niet. Oké, jammer. Zeer jammer. We kunnen dus nu doodgaan. Maar hij ook. Kijk, volgende beurt heb ik hem gegarandeerd. Als hij nou iets doet, maar als hij dit overleeft. Ja, dan wil ik zo'n potion gebruiken. Speed potion, strength potion, cure potion. Niet doodbloed. Nou moet hem even goed pakken hoor. Dan hebben we hem verslagen. Go for it, bitch. You can do this. Bam. Bam. Yes. Neer. Bitch. Get the super alien down. Nice. Alien gloves. Oh, wow. That? Hey, that did it! The force field's down! Come on back and we can get out of here! Shoot. Even HP. Ja, HP is gestoord. Nice! Dus, tot deze deur. Ja. It's a Saturday night. Feeling alright, feeling okay. Wat is dit dan voor ladder? Ja, kijk wel. Doe ik wel een ander keertje kijken, want nu gaan we... Great, you made it! Okay, use this panel here and we can all go home! Waarschijnlijk zit hier nog echt super groot achter ofzo. Oh. Dus. Hoppakee! Hoppakee! Yeah, did it? You did it! It's so delightful. Thanks, kid. I don't know who you are or if you're real, but consider me your friend. New friend request. Until we meet again! Wacht, je gaat niet eens... Nice, maar je gaat niet eens vertellen van... Enter the alien koppen. Je gaat niet eens vertellen wat uitgang is. Jezus. New message from Randy. Nou. Nee. Okay. Hey there, the elevator in the hallway to the right of the room. We're trapped and you can get out that way. But I might have broken the elevator when I used it. So you have to fix it first. Sorry about that. Okay, nice. I have just the lift kapot gemaakt. Dus dit is hier zou kapot gaan. Nee, het is helemaal niet kapot. Wat is dit voor bullshit? Hij zegt helemaal niet. Wat dacht je van dit?
wat we hier hebben, wat we hier kunnen vinden. Oh, niks. Hier is niks, niks. Dan gaan die ladder hier beneden af, weet je. Dan wil ik wel weten wat zit hier. Ben ik wel benieuwd naar. Nog een audioboekje. Day 7. Okay, I did find one audio log that was mildly amusing. A woman trapped on this ship left an audio log about some papers she had left in an alien cabinet. And she told me the code was 776. Nicht verstaat! Duits? Really? Oh, dit is best wel veel leven. Bam. 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 YOLO. Hoezo? Bam. Oh. Yes. Damn. Damn. Goed. Bam. Bam. En nu? Nog meer bam, oké. Okay. Bam. Bam. Nog twee beurten, oké. Okay. Nou, oké. Okay. Bam. Bam. Nou, nog drie beurten. Hop. Zo. Bam. Bam. Dat is super slecht op hem. Jacka. Wow. Wow. Bam. Bam. Waarom is dat in één keer 1? Fuck jou. Pak nog een ability. Zo. Uitvergevenheid. Was... Waarom gaat dat zo slecht? Oh. 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 Wat is dit? Bam. Bam. Hoezo kan ik hem in één keer niet meer weerslaan? Echt, what the fuck? Health potion large. Close. Nee, niet close. What the fuck doe ik? Jeroen, wat doe jij? Hè? Wat jij doen? Bam. I don't know. Hoe moet ik hem neerhalen? Moet ik hem met mijn scheetjes neerhalen? Ik heb niet eens genoeg voor scheetjes. Wat is dit? Naast zo'n roos. Weak to holy. Oké. Okay. En hoe doet een pijl tegen? Een pijl en boog tegen. Oké. Okay. Ik kan denk hier bij de dood gaan of zo. Hem. Jij krijgt er helemaal niet verslagen. Doe wat ik kan, maar. Inhoud! Zo! Stalvergevenheid! Huis! Wow! Oh ja, lang, dan ben ik wel dood. Nou, YOLO, ik ga niet meer naar hem toe. Ik doe hem lekker aan de Simpsons, zo. What the Simpsons? Oh, nou is hij weg. Ah. Dus ik heb maar één kans om hem te verslaan. Day 7. Okay, I did find one audio log that was mildly amusing. A woman trapped on this ship left an audio log about some papers she had left in an alien cabinet, and she told me the code was 776. That was kind of cool because I didn't know the code before that. Though when I opened the cabinet, there was only some kind of power up I didn't really need. Mm-hmm. Nou, hier kunnen we nu van naar links. Zit helemaal niks net als kut. Alien Probe. Nou, nah, geweldig. Ja, het is dit. Hier naartoe zou ik zeggen dan, hè. Wacht. Hier. Niks. Daar. Ook niks daar. Oké, wacht wat. En dit dan? No more, no more, please. You're gonna have to find another way. Maar het was geluid. Nice. Nice.
dat in ieder geval ook alweer achterkomen dat hij dit gewoon zo doet. Oké, chill. Wacht, ik snap er niks van, hé. Wat gebeurt hier nu dan? Ik snap het niet. Ik kan een alien aan de kant duwen of zo. Why? No! Go find another way! Ik heb je al bevrijd, ah? Jong. Ik weet er geen. Ik heb geen idee waar de fuck ik nu naartoe moet. Ja, ik was echt mal, maar. Dan krijg je dit. En. Weet je, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dit heb ik niet zoveel aan. A quest objective. The only way back to Earth is through the cockpit. Take the elevator up and fight to the gain control of the UFO. Oké dan. Maar waar die lift hier, die gaat alleen maar omlaag. Dus daar heb ik vrij weinig aan. Kijk, als ik hier nu inga, dan kom ik gewoon vast. Het was van take the elevator up. Nee, wil ik niet. Dus hoe moet dat nou? Wow, teleporter. I don't know, ik ga het weer uitzoeken hoe dit moet, want ik kom niet meer verder en ik heb geen zin om vast te zitten. Dus in ieder geval, vond je nou een leuke video, geef dan vooral een blauw duimpje omhoog. Oh, kijk, als je blauwe duimpje omlaag kan geven, hey, fuck jou. Waarom kijk ik dan tot hier door? Maar weet je, dat is wel een goed punt. Waarom kijk je er niet toe als je een blauwe duimpje omlaag gaat geven? Zijn er ineens blauwe duimpjes omhoog? YOLO. In ieder geval blijf kijken. Op zich de volgende keer weer. Blauwe duimpje omhoog. Abonneren. En dat soort meukje. Kent de rest. Stel het gebrabbel. Het standaard redske. Ken je wel. In ieder geval blijf kijken. Op zich de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu. Later.